Welkom bij Museum TV, ik ben Maurice Pieterson en vandaag duik ik de geschiedenis in van Nijmegen. We gaan zo het museum Valkhof in, maar eerst gaan we nog een paar pareltjes in Nijmegen en net daarbuiten bekijken. Achter mij een Romeins masker opgegraven tijdens baggerwerkzaamheden in de Waal. Die gaan we straks ook in het echt bewonderen. Maar dit stuk is in 2020 vervaardigd door een kunstenaar. En die staat hier nu te pronken. Doel van een Romeins masker was om de vijand af te schrikken. En hij werd ook gedragen tijdens steekspellen, toernooien. Om gewoon indruk te maken. Je kan er ook nog even in. Dus dat gaan we ook even doen. En wat zien we dan? Het gezicht door de ogen van het masker van Culpia Noviomagus, of zowel tegenwoordig bekend als Nijmegen. We staan hier op het Trajanusplein, drukpunt in Nijmegen, Nijmegen uit. En de stad in. En Trajanusplein is genoemd naar deze man, Marco Culpio Trajanus. Eigenlijk de stichter van Nijmegen. Culpio, zijn middelnaam, Culpio Noviomagus, Batavium. Zo heette in eerste instantie Nijmegen. Hij zag in dat Nijmegen lag op een heuveltje. Een belangrijke plek was om de omgeving te controleren. Vanuit hier werden de Bataven in de gaten gehouden. De Waal stroomde langs. Dus met de handel zat het ook goed. En vanuit hier werd ook de limes opgesteld als beschermingslijn voor aanvallen van bovenaf. In de hoogtijdagen zaten hier twee badhuizen, een amfitheater voor 10.000 personen. En de stad groeide uit tot 7.000 inwoners. Met enorm veel nationaliteiten. Eigenlijk wat je nu in Amsterdam ziet, was hier 2000 jaar geleden in Nijmegen ook aanwezig. We hebben meerdere periodes tijdens de Romeinen. Want ze zaten hier tot 300 na Christus en ongeveer rond de eerste eeuw, eerste helft van de eerste eeuw, werd Nijmegen gesticht. En in de tweede periode kwamen hier nog eens 10.000 soldaten om de boel nog eens extra te versterken. Ze kwamen uit Spanje om de Bataven de kop in te drukken. En we gaan zo eens even in het museum kijken wat we hier allemaal over terug kunnen vinden. In Nijmegen en omstreken is uit de Romeinse tijd ongeveer 10% gevonden. Dus er zit nog onwijs veel in de grond. En hier in het hartje Centrum, op de Burgstraat, is tijdens wegwerkzaamheden een lode kist gevonden van een dameopstand uit de Romeinse tijd. Het is een heerlijke dag, het zonnetje schijnt fel, dus het weerkaatst een beetje. En we gaan eens even kijken of we dit een beetje in beeld kunnen brengen. De kist uit de Burgstraat met de dame erin. Een rijke dame. Cadeaus, parfums. En ze had een gewaad aan met goud bestikt. Vermoedelijk 35 tot 50 jaar oud. Een rijke dame met een zeer slecht gebit. En niet moeders mooiste, hebben ze ontdekt.
Een propagandazuil van keizer Tiberius. Hierop wordt afgebeeld de overwinning in een veldslag op de Germanen. Valkhof Museum, de moeite waard, ook om die dingen die ik zojuist heb laten zien nog even te bewonderen. Dus mocht je in de buurt zijn of in Nijmegen, neem even een bezoekje in dit schitterende museum met werkelijk prachtige vondsten. Nou, dit was Museum DV, tot de volgende keer.